Zo, mama en ik zijn dus net even bij deze winkelcentrum geweest. Ja, en dan voor nu een lekkere kartoffelsoep. Ja, vanuit. Dit is setje 1. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn nog altijd Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 5 november 2022. Het is nu net 2:15 geweest. Ik sta dus nu geparkeerd, zoals jullie kunnen zien. Achter een auto. Voor een auto, achter een auto. Het is maar net hoe je het wil noemen. En ja... Ik ga zo lekker even met mama, mama die neem ik mee, ergens naartoe. En dat gaan jullie vanzelf wel zien. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, mama en ik zijn dus net even bij deze winkelcentrum geweest. Yo, bij de Kik. Ja, op Broek op Langendijk. Yo. Kijk wat mama zit nou gezellig naast mij. Gezellig, hi. Hi. Hoe gaat het? Nou, hetzelfde dan jij. Vertel. Hoofdpijn. Hij ook rugpijn? Ja, af en toe. Ik nou ook. En ja, kijk eens naar wat ons. Ja, brengt. Joh, lekker regen. Dat is goed voor en voor de tuin. Ja, voor de tuin en voor de boeren. Ja, precies dat. Maar niet voor mij. Ah, natuurlijk wel. Altijd. Maar dus, voor de rest mogen we niet klagen. Dus het is even een hele rare parkeerterreininstructie. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan er weer van tussen. Zo, weer onderweg richting Den Helder. Samen met mama nog steeds in de auto. Ja. Het is een beetje vies baggerweer. Dus ja, ik kan wel naar buiten filmen. Maar dan zien we iedere keer mijn ruitenwisser. En dat is ook niet zo fijn. Nee. Maar we hebben wel lekker muziekje op. Die dus, ja, West-Alanen, heerlijk, zalig. Dus, en mama heeft het ook lekker naar de zin gehad. Hartstikke mooi, kijk. Dus, helemaal toppie. En wat vond u van een winkel Kik, mam? Vertel het eens. Nou, lekker rustig, geen muziek op. Je kon gewoon in gang gaan. Er waren paskamers, je kon dingen passen wat jij wou hebben of wat je gepakt had of wat dan ook. Uh-huh. Dus ik heb een mooi jurkje, een tuniek jurkje. En ik heb een hele mooie BH. En dat is weer dankzij Karin. Want ja, die moest weer op de maat gaan zoeken voor mij. Anders bleef ik mij aan- en uitkleden. Dat is ook niet goed. Nee. Maar het was een topwinkel. Ja, heel mooi. Dus ja, jullie horen het van mama. Mama die vond het, want ik was, nou ja, dat en ik dus in Duitsland was op vakantie, ben ik dus naar de winkel gegaan, Kik. Toen had ik daar wel iets gekocht. Nou, toen afgelopen week samen met Ro ook nog bij de Kik geweest, kon ik mijn en mijn maten niet echt goed vinden. Of het was allemaal aan weg, of, nou ja, het was een drama. Want ik heb nu wel heel veel BH-setjes, BH met slip, in mijn kast. Maar die pas ik allemaal niet. Dus dat kan allemaal weg, zeg maar. Kan opruimen. Dus nu heb ik dus weer andere mooie setjes gekocht. En die laat ik ook wel morgen even aan jullie zien. Dat laat ik dus nou niet zien. En maar ja, ik heb gewoon grote boobies. Ja. Je kan ze ook niet laten zien, want ze liggen te ver weg. Ja, nu en nu. Maar nee, maar ik laat het morgen even zien. Jongens, rijden. Dus ja, dus, dat is wel chill, zeg maar. Dus heerlijk. Maar daar is ik al. Ik heb gewoon dikke boobies. Boobies! Ja. Dus ja, mocht je willen weten welke maat ik heb, nou dat mag hoor. Dat is gewoon 95D. Ja, van Dirk. Ja, ook leuk. Ja, leuke informatie voor jullie. Dus, maar ja, ik kan wel naar de Wiebracht gaan, maar dan pas ik het niet. Zeeman, nou, dan pas ik het ook niet. En bij de Kik, het is een wereldwinkel. Echt waar.
vind het heerlijk. En het zit gewoon ruim, het zit lekker, het zit comfortabel. En dat is gewoon het belangrijkste, dat het gewoon comfortabel zit. En dat is het. Dus ja, yeah. Ik ga mijn kop nou weer bij het rijden houden, jongens. Dus dat ga ik lekker doen. En dan ben ik alweer inmiddels alweer thuis. Ja, en het is alweer een zondag van 6 november 2022. En het is nou net 4:15. Ja, ik kom net lekker uit mijn nest rollen. Heerlijk. Want ik kwam pas om, hoe laat was het? Ik zal eens even kijken. Ik had mama namelijk ook vanochtend. Nou ja, ik ging 4:05 weg. En ik was om 5:30 thuis. Dus ja, en ik kon niet zomaar in één keer slapen. Want ik had Ro ook nog een berichtje gestuurd. Om 6:30. Dus dat ik ging slapen. En ik kon niet slapen. Was woelen de rijke keer. Toen heb ik medicijn ingenomen. Wat ik dus ook heb gekregen van de arts. Die heb ik ingenomen. En Ro is nu alweer een tijdje op zijn werk. En de hondjes die zijn al lang en breed uitgelaten door Ro. Dus dat hoef ik ook nou niet te doen. Ik ga zo meteen lekker editen. En ik laat jullie zo meteen sowieso mijn lens resetjes even zien. Van mijn BH's en slippers wat ik gisteren heb gekocht bij de winkel Kik. Ja, K-I-K. Ja. Dus ik denk ik laat me weer wat van me horen. Want deze vlog gaat gewoon even lekker door. Ik ga niet een vlog openen, blablabla, voor vandaag. Want gisteren was het anders. Anders is het van gisteren zo'n korte vlog. En dat is de moeite niet. Dus morgen hebben jullie wel weer gewoon een normale vlog. Dus ja. Dus ik ga eventjes mijn dingetjes doen. En dan kom ik zo meteen daar wel weer op terug. Ja, en dan even nu een lekkere kort. Toffelsoep, ja, vanuit Duitsland. En dan lekkere kolen vanille. En ik ben Lotte aan het kijken, zoals gewoonlijk als ik thuis ben. En die is even lekker aan het spelen, ook goed. En die zit erbij, want die vindt ruzie maken leuk met Raki. Ja, maar dat vind ik niet zo leuk, nee. En nadat ik mijn eten straks op heb, dan laat ik eventjes straks mijn linsresetjes zien. Dus ik ga dit eerst even lekker opeten. En daarna wil ik ook nog weer wat met jullie delen. Ja, maar dat komt zo meteen. En ik had jullie wat beloofd om wat te laten zien. Ja, en dat is dus namelijk mijn linsresetjes. Ik heb ze al eventjes mooi op bed neergelegd. Dus ik ga jullie even meenemen naar de slaapkamer. En dan kunnen jullie het ook even namelijk zien. Ja. Zo. Het zijn 1, 2, 4 setjes. En ja, oordeel zometeen zelf. Dit is setje 1. Het is nou niet heel erg duidelijk, maar dat maakt niet uit. Dit is dus, wat ik al zei, setje 1. En dan zit setje nummerootje 2. Dit is setje nummer 3. En dit is setje nummerootje 4. Ja. En ik ben er gewoon heel blij mee, zeg maar. Gewoon even mooi 4 setjes. En ja, wat ik al gisteren al zei, ik heb een maatje dat qua BH-maat. Bij de Kik. En dit is dus mijn slipmaat bij de Kik. Deze vallen even net iets anders. En ja, maakt niet uit. Ze zitten gewoon onwijs lekker, dus... Mocht je nog iets willen sturen zo, dan weet je het. Nou, Kik schrijf je dus zo. En Kik heb je dus daarbij Alkmaar in de buurt. Je hebt ze bij Almere, bij richting Hillegom. Bij Utrecht in de buurt, Den Haag en Rotterdam en omstreken. En helemaal naar beneden. Ja, ik ga er even geen doekjes om winnen. Het is al midden in de nacht. Het is al bijna 2:30 op 10 minuten na. Maar dat ik dus afgelopen nacht... thuis kwam. Toen zag ik al mijn buurman naar beneden lopen. Ja. Maar dat ik die portiekdeur opende, nou... Ja, moet ik dat uitleggen? Toen zag ik dus een schim, zeg maar. Ja. Ik ben, Ik zie nog wel eens dingen, vooral als mensen ook overleden zijn. Dus, ja, ik mijd het liefst nu eigenlijk het traphuis. Maar ja, je moet ook nog een keertje weg kunnen. Dus
Ja, en ik hoor continu ook hele rare geluiden en waar ik niet van kan slapen, zeg maar. Dus ja, dus dat. Dat wou ik even met jullie delen. En dat doet me even heel veel. Maar oké, ik ga wel weer deze vlog afsluiten. Ja. Dus ja, je weet wat je moet doen. Dat is het duimpje omhoog. Reageren. Abonneren. En een reactie achterlaten. En dan ga ik zeggen dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.